Het is tijd om plezier te maken. We presenteren je een verzameling van coole en prachtige trucs die je zullen veranderen in de ster van elk feest. Een etentje? Leid je vrienden af van hun dinerborden met deze ongewone vorkbalanceertruc. Laten we eens kijken hoe het moet. Neem twee vorken en verbind hun uiteinden in een hoek, op deze manier. Steek een tandenstoker tussen de tanden van de vorken. Laat de tandenstoker op de rand van een glas en probeer een evenwicht te vinden. De vorken lijken te zweven in de lucht. Maar dat is nog niet alles. Steek de tandenstoker in brand. De vorken hangen aan het uiteinde van de uitgebrande tandenstoker. We kunnen ze zelfs een duwtje geven. Wow-effect is gegarandeerd. Dus je bent uitgenodigd voor een theekransje. Giet nog geen kokend water over de theezakjes. We weten een leuke manier om indruk te maken op je vrienden. Pak een paar theezakjes. Maak ze voorzichtig open en leeg de inhoud. We zullen de thee later in een kopje maken. En voor nu laten we de trucjes zien. Trek de zakjes recht. Zet ze verticaal op tafel en steek ze in brand. Kijk, de zakjes vliegen weg als kleine vuurbolletjes. Heel mooi. Maar pas op voor brandbare voorwerpen in de buurt. Het zou beter zijn om deze truc buiten uit te voeren. De volgende truc kun je doen als je je verveelt. Neem 16 kleine blokjes. We moeten de kubussen aan beide kanten met plakband aan elkaar vastmaken op deze manier, waarbij er ruimte zal overblijven in een ruitjespatroon. Nu krijgen we deze kubusformatie. Door nu de buitenste kubussen te draaien, kunnen we zien hoe het patroon verandert. We hebben een plaatje uitgeprint en dat op kubussen geplakt. Eén beweging en de tekening valt uit elkaar. En we kunnen het net zo makkelijk weer in elkaar zetten. Voor de volgende truc hebben we wat water, een kaars, een paar lucifers en een leeg glas nodig. We hebben wat kleurstof toegevoegd om het effect te versterken. Giet het water op een bord. Steek de lucifers in de kaars en plaats deze vervolgens in het midden van het bord. Steek de lucifers in brand en dek het af met een leeg glas. Het water wordt opgezogen in het glas en de kaars stijgt op. Cool! Dit gebeurt omdat de lucht in het glas opwarmt en uitzet. En als de vlam dooft, koelt de lucht af en krimpt, waardoor een vacuüm ontstaat dat het water opzuigt. Simpele fysica. Laten we verder gaan met onze trucs met glazen. We vullen het glas met water dat we eerder hebben gekleurd. We dekken het met een stuk papier. We draaien het onderste boven en halen onze hand eruit. Door het drukverschil wordt het stuk papier tegen het glas gedrukt en wordt voorkomen dat het water eruit loopt. In onze volgende truc laten we zien hoe we een balletje kunnen laten zweven. Maak een gat in de bodem van een plastic beker. Duw een rietje door het gat en buig het dan in een rechte hoek. Doe een klein plastic balletje in het bekertje en blaas door het rietje. Geweldig, de bal zweeft! Hoe harder je blaast, hoe hoger de bal komt. Heb je papieren servetjes in de buurt? Dit is wat je ermee kunt doen. Knip een klein stukje van het servet af. Teken er met stiften wat gekleurde strepen op. Neem een glas met een beetje water erin en hang het servet erbovenop, zodat de uiteinden het water een beetje raken. Nu zien we hoe de kleuren zich mengen tot een grappig regenboogpatroon, terwijl het servet het water opzuigt. Heel mooi! Voor de volgende twee trucs hebben we wat plastic rietjes nodig. Maak je klaar om indruk te maken op je vrienden. Maak een vuist en begin aan het uiteinde van het rietje te trekken. Trek, trek. Het rietje lijkt uit het niets te komen. Laten we het geheim onthullen. Neem een rietje en snij het door, maar niet helemaal. Rol het op vanaf de open kant. Stop het rolletje in je vuist en laat het intacte deel buiten. Begin nu voorzichtig het rietje eruit te trekken. Terwijl je het rolletje afrolt, lijkt het alsof het rietje helemaal intact uit je vuist komt. Neem nu een rietje en langzaam duw het door je hand. Blijf kalm, hier is het geheim. Voor deze truc moeten we een rietje in 3 delen snijden. Snijd 1 van de delen door. Plaats het tweede deel in het eerste. Nu kan het ene rietje vrij bewegen in het andere. Plak het derde deel voorzichtig op de rug van je hand met dubbelzijdige plakband. Nu lijkt het alsof het samengestelde deel je hand doorboort en er aan de andere kant weer uitkomt. Laat dat stuk alleen niet aan je vrienden zien. Wat handigheid om een verbluffend effect te krijgen. Hier is nog een truc om indruk te maken op je vrienden. Neem een gewone speelkaart, plaats hem verticaal en zet er dan een glas op. Hoe is dit mogelijk? Er is een geheim.
We hebben hier eigenlijk 2 kaarten voor nodig. Vouw 1 van de kaarten dubbel en plak hem aan de zijkant van de ander met dubbelzijdig plakband. Nu kunnen we ze eruit laten zien als 1 enkele kaart of een deel van de kaart terugduwen om steun te maken. Natuurlijk proberen we dit geheim te houden, want we laten deze truc aan onze vrienden zien. Nu moeten we de gevoelige leden van het publiek vragen om weg te kijken. Neem een gewone speelkaart en steek die met een snelle beweging in onze hand. Geen paniek, niemand is gewond geraakt tijdens deze truc. Neem een paar kaarten. Snij in 1 van de kaarten een halve cirkel ter grootte van een hand. Plak 1 rand op een tweede kaart. Lijm vervolgens het afgesneden stuk op zijn oorspronkelijke plaats op de andere kaart. Nu kunnen we het deel met het afgeknipte stuk voorzichtig terugvouwen. Een beetje oefenen en je bent vertrokken om iedereen in de buurt te verbazen. Heb je wel eens gehoord van statische elektriciteit? Laten we het eens in actie zien. Blaas een ballon op. Wrijf er eens goed over met een doek. Breng de ballon in de buurt van een klein stroompje water. Kijk hoe het stroompje buigt. En zomaar, het water stroomt onder een hoek. We kunnen de effecten van statische elektriciteit ook in een andere truc zien. Neem de helft van een lucifer. Maak er een touwtje aan vast en plak het op de bodem van een glas. Draai het glas ondersteboven. Wrijf met een volle doek over een plastic buisje en breng het in de buurt van het glas. De lucifer begint te dansen en volgt de buis. Neem nu een metalen blikje en wrijf weer over de buis. Kijk, het blikje rolt naar de buis toe. Een coole truc om je vrienden te vermaken. En tot slot, we gaan een lepel buigen met behulp van de kracht van onze geest. Neem een lepel en begin je actief voor te stellen hoe hij buigt. Voilà, we hebben hem gemaakt. Ben je erin getrapt? Oké, laten we het geheim onthullen. Natuurlijk hebben we de lepel van tevoren gebogen. Wat we moeten doen is onze handen op precies de juiste manier plaatsen, zoals dit. En het uiteinde van de lepel voorzichtig optillen. Oefen een beetje, je kunt het zeker doen. Hoewel het geen kwaad kan om je wilskracht ook te trainen. Heb je de wonderpallet gezien? Ik zal je laten zien hoe je er één kunt maken. We hebben een paar stukken karton nodig. Ze moeten een beetje groter zijn dan een standaard bankbiljet. Neem 4 stukken satijnen lint. Leg er 2 dwars op elkaar op een stuk karton. Leg de andere 2 evenwijdig aan de randen van het tweede stuk karton. Lijm de linten aan de achterkant van de plankjes op deze manier. Nu zijn de 2 kartonnetjes met elkaar verbonden door de lintjes. Versier de portemonnee met wat knutselpapier. Let nu goed op. Stop het bankbiljet in de portefeuille en open hem vanaf de andere kant. Het biljet komt tevoorschijn onder de gekruiste linten. Open de portefeuille van de andere kant. En het biljet komt op een andere plaats terecht. Laten we het nog eens proberen. Het is gelukt. We hebben een echte wonderportefeuille gemaakt. We hebben nog een manier om indruk te maken op je vrienden. Neem een elastiekje en haal het door een ringetje. Rek het elastiekje uit. En kijk, de ring begint omhoog te gaan. Hoe is dat mogelijk? Ik zal je het geheim laten zien. We hebben de band gespannen met het lange eind in onze hand. Nu moeten we de band naadloos uit onze vingers laten glijden. Zo. De band krimpt en trekt de ring met zich mee. Onze volgende truc is water van glas naar glas gieten. Maar niet zomaar. Het water zal onder een hoek stromen. Drenk een stuk touw in water. Druk op beide uiteinden van het touw om ze een beetje te laten opdrogen. Plak ze dan aan elk glas vast. Vul 1 van de glazen met water en til het dan op. Kantel het dan schuin en begin te gieten. Het water stroomt gemakkelijk langs het natte touw naar beneden zonder zelfs maar te morsen. Teken voor onze volgende truc wat bloemen op gekleurd papier. Probeer de kern zo goed mogelijk tot een perfecte cirkel te maken. Knip de bloemenblaadjes uit en vouw ze voorzichtig naar binnen. Vul een groot bord met water en leg de bloemen erop. De bloemen beginnen vlak voor onze ogen te bloeien. Dit gebeurt omdat het papier recht gaat staan als het nat wordt. Eenvoudig, maar zo mooi. En zomaar, met een paar gewone voorwerpen, kunnen we veel plezier maken met onze vrienden.
Abonneer je op Troom Troom Select. Druk op de like-knop als je deze video leuk vond. En klik op het belletje. Het zal rinkelen en je op de hoogte houden van onze nieuwe releases.